Wacht. Kom maar. Nee. Foei. Pip, foei. Nee. Los. Los. Nee. Foei. Dit is standaard? Pip. Ja, redelijk. Oké. Ja, jij werkt echt met stembeloning en alles. Dat doe ik, probeer ik bedoel ik. Ja. Nee, gooi. Nee. Maar ja, zo dicht als nu. Ik laat het ook nooit naar de baan komen hoor. Als ik iemand aan zou komen, draai ik om. Ja, precies. Je ontwijkt het wel steeds inderdaad. Ja. Oké. Okay. Ah, werkafstand is volgens mij minstens 1,20 meter. Mijn naam is Lady Zelstra en ik coach de eigenaar achter de hond. Het werd tijd voor de Lady methode. De methode die ervoor zorgt dat je hond ongedwongen kunt begeleiden. Zoals je ziet nam ik Pip mee in mijn energie en in het vertrouwen wat ik in mezelf en haar had. Hetgeen wat nodig is. Pip nam hierdoor de honden waar en volgde mij en dit zonder correcties. Je zorgt alleen maar voor strijd en dat wil je niet. Maar het is verder gewoon een rotweiler als geen andere rotweiler. Ja, ja, precies. Je hoeft er niet hard aan te pakken, helemaal niet. Want je ziet eigenlijk, ze is nu al, de staart is helemaal naar beneden. Ja. Ze kijkt eigenlijk heel nieuwsgierig, ze hangt niet in de riem. En alleen, ze krijgt nooit de mogelijkheid om ook deze kant van zich te laten zien. Precies, ja. Dus we gaan lekker beginnen. Door mijn heldervoelendheid kan ik eigenaren heel goed aanvoelen en geven wat ze nodig hebben. Ik begin dus bij de basis. En dat was de eigenaresse bewust maken van heel haar doen en laten en haar interne systeem. Kijk, nu kom je los in je lijf. Ik voel het meer ontspannen. Ja, nu kijkt ze alleen maar een beetje op. Dus continu voor jou, Lenny. Maak je keuze bij thuis. Hoe eerder je die keuze maakt, hoe lekkerder je gaat. Want daar krijg je zelfvertrouwen van. Als ik je coach, ben ik recht toe en recht aan. De eigenaresse zat geheel in haar eigen beeld met Pip. Geen enkele blaffende hond was nog een trigger. Ook haar vriend wist zich anders op te stellen en er voor zijn hond te zijn. Ze werden een team. Want wil je verandering, dan begin je echt bij jezelf. Oh, en zien jullie al die andere honden? Als trotse hondencoach wil ik even aangeven dat het eigenaren zijn die allemaal door mij zijn gecoacht en voorheen iedere confrontatie uit de weg gingen. Nu zijn ze zover om iedere confrontatie aan te gaan en zie ze eens lopen. Waarom zou je mensen adviseren om voor de Lady-methode te gaan? Omdat je op die manier leert rust te creëren bij jezelf en in jezelf, waardoor je hond ook de rust krijgt die hij nodig heeft. Omdat andere cursussen niet werken en deze wel. Omdat het een hele fijne manier is om een betere band met je hond te krijgen. Zodat je leert om heel lekker relaxed bij je hond te lopen en daarvan extra kunt genieten. Je krijgt echt een connectie met je hond. Ieder hond verdient het om begrepen te worden. En als jij dit ook heel graag wilt, mail mij dan gerust. Je hoeft het niet alleen te doen.